Wel goede dag, beste kijkers. Welkom, jawel, bij het volgende gedeelte van de cursus Radar. Welkom bij het YouTube-kanaal Varen met Plezier. We gaan gewoon verder gaan. We zijn aan hoofdstuk 4 aangekomen van onze cursus Radar. Nu, vooraleer dat we verder gaan, wil ik even zeggen, heeft u een van de vorige gedeelten gemist van de cursus? Link in de beschrijving naar de volledige serie. Bekijk de serie van in het begin, want het is zeer belangrijk. Ik maak deze serie vooral als introductie aan de meeste pleziervaarders die interesse hebben in de radar. Zodanig dat ze niet blindelings een radar gaan aanschaffen en zomaar die radar gaan gebruiken. Terwijl dat aan de hand van waar dat je die gebruikt en in welke situatie wel heel erg gevaarlijk kan zijn, omdat de radar ook enorm veel beperkingen heeft. En als jij niet of geen kennis hebt van die beperkingen, of je hebt bijvoorbeeld geen geschikt certificaat van radaroperator, zoals een radarbrevet of een radarpatent of een ander certificaat dat voor dat vaargebied uiteraard geschikt is, dan kan dat soms leiden tot zeer gevaarlijke situaties. En daarom, voor de mensen die onder beperkte omstandigheden toch interesse hebben in het aan boord nemen van een radar, bijvoorbeeld op zee, maak ik deze cursus zodanig dat ze meer geïnformeerd zijn. Uiteraard adviseer ik ten allen tijde om meer opleidingen te volgen, maar dan springt u tenminste niet blindelings in de wereld van radar. Dat is eigenlijk het idee, om het zo te zeggen. Nu, vandaag, we gaan verder met hoofdstuk 4. Nu, hoofdstuk 4, ik heb het opgedeeld in drie delen. Jawel, drie delen. En we gaan het hebben over waarneming en interpretatie van het radarbeeld. Vandaag gaan we 4.1 bekijken, dat is de basiswaarneming. Nu, die drie delen, we starten eerst met de basiswaarneming, dan de voortgezette waarneming, en dan gaan we naar binnen drie video's naar de, ik weet niet meer hoe het noemde, jawel, het was navigatie op radar. Dat zijn een paar navigatietechnieken dat je dan kan gebruiken in bepaalde apparatuur en instrumenten die met onze radar soms meegeleverd zijn, die dat we correct gaan leren gebruiken. Of toch de basis ervan. In deze introductieserie zien we niet alles. We gaan echt maar de basis bekijken, zodanig dat u niet blindelings ergens inspringt. Nu, vandaag, wat gaan we bekijken? Deze video gaat opgedeeld zijn in twee delen. We hebben ongeveer maar een slide of 10, denk ik, dat we in deze PowerPoint gaan bekijken. Of in deze presentatie, beter gezegd. Want dit is eigenlijk geen PowerPoint dat ik hier gebruik. Maar het zijn twee delen. We gaan nog geen 10 slides zien in de slideshow. En dan gaan wij ook een stuk praktijk zien vandaag. Dus dat is dat ik in de simulator, link in de beschrijving. Normaal, als u de serie van in het begin gevolgd heeft, dan weet u wat dat wij gebruiken. Bridge command gaan wij gebruiken. En dan ga ik bepaalde dingen laten zien in de simulator. Excuseer als mijn stem een beetje raar klinkt. Maar het komt erop neer dat ik de laatste weken een zeer slechte week achter de rug heb gehad. Dus verder wens ik het daar niet echt verder over te hebben. Maar we zullen wel zien. Het is niet in verband met YouTube. Het is niet in verband met YouTube. Dus het is een beetje persoonlijker. Maar oké, laten we maar gaan. Nu, wat gaan we bekijken? We gaan vandaag bekijken hoe dat we het toestel gaan opstarten. Of wat is er belangrijk bij als we zo'n radartoestel gaan opstarten. Ik denk dat de slideshow die we gaan bekijken enorm belangrijk is. Want je kan zeggen, oh, waarom gaan we niet meteen naar de simulator in de praktijk? Wel, dat is omdat ik ten eerste niet alles in de simulator kan laten zien. Want een simulator is en blijft maar een simulator. Dus dat heeft ook zijn beperkingen. En ten tweede moeten we heel goed weten, voordat we iets gaan gebruiken, wat die dingen exact doen. Dus, opstart het toestel. Ten tweede, korte bespreking, basisknoppen, dus of basisinstellingen op ons radartoestel, die een invloed gaan hebben op het gedrag van het radarscherm en de waarneming. Nu, wat wil dat zeggen, het radarscherm? We gaan nu vooral de basisknoppen bezien, die vooral een invloed gaan hebben op de waarneming. We gaan dat bekijken zo meteen. Dus dat zijn eigenlijk alle basisknopjes, alle basisinstellingen. En uiteraard een demo van deze knoppen in de simulator. Gaan we bekijken.
Nu, vooraleer dat ik met jullie verder ga met de knopjes te bekijken, wil ik even alles wat dat we tot nu toe gezien hebben in verband met waarneming, wil ik even in een heel eenvoudige regel van drie gaan duwen. En die regel van drie, wat houdt die precies in? De vraag is, wat zijn de drie succesvolle regels die samen zorgen voor een succesvolle waarneming van bijvoorbeeld een object? Dat ergens rond ligt te drijven rond de boot. Wat gaat daarvoor zorgen? Wel, er zijn drie regels en die drie regels moeten allemaal waar zijn, zodanig dat wij zonder problemen die dingen kunnen waarnemen. Regel nummer 1, het object moet waarneembaar zijn. Wat wil dat nu zeggen? Binnen waarneembare afstand, dus dat wil zeggen, zoals dat we al gezien hebben in deze cursus, als het object te ver is, kunnen we het niet zien, omdat er geen radarsignalen op, of geen radio-energie op kan terugkaatsen. Maar ook als het te kort is, stel je voor dat wij een pulsradartoestel hebben en zijn minimale waarneembare afstand bedraagt 30 meter, maar 10 meter verwijderd van de boot is er een goed reflecterend object, zoals een boei, ja, dan gaan wij die boei niet kunnen waarnemen op ons radarscherm. Dus daar moeten we mee rekening houden. Ook binnen line of sight, dat wil zeggen, line of sight wil zeggen binnen de gezichtsveld, maar we moeten het fysiek niet kunnen zien. Visual line of sight wil zeggen, we moeten het ook met het blote oog kunnen zien. Maar in dit geval is het line of sight, dat wil zeggen, er moet tussen onze radartoestel, onze radarantenne die gaat zenden en ontvangen, moet er een rechtstreekse lijn door de lucht, een rechtstreekse lijn moeten kunnen worden getrokken tussen het object dat wij willen waarnemen en onze radarantenne. Dat moet kunnen, een rechtstreekse lijn. Dus dat wil zeggen, heeft u bijvoorbeeld, zit u met een muur of zit u met een gigantisch schip dat eigenlijk een klein vaartuig afdekt, dat u eigenlijk niet kan waarnemen daardoor, ja, dan gaat u dat andere vaartuig ook niet zien. Als er een vrachtschip voor u ligt en achter dat vrachtschip, net daarachter, zit er een kleiner vaartuig, ja, dan gaat u dat ook moeilijk kunnen waarnemen. Hè. Dus ja, en een goede instelling van het radartoestel, heel belangrijk, dat gaan we vandaag zien. Maar we zien, regel nummer 1, het object moet waarneembaar zijn. Regel nummer 2, het materiaal waaruit het object gemaakt is, moet voldoende reflecteerbaar zijn. Dat is vanzelfsprekend. Als het materiaal uiteraard, zeker in pulsradar, weinig reflectie biedt, ja, dan gaat er weinig terugkaatsen. En regel nummer 3, het object moet beschikken over een goed reflectievlak. Wat wil dat nu zeggen? Als voorwaarde nummer 1 en voorwaarde nummer 2 waar zijn, maar we hebben geen enkel vlak dat eigenlijk onze radio-energie rechtstreeks onze radio-energie rechtstreeks kan terugkaatsen naar de zender, dus naar ons radartoestel, ja, dan gaat die radio-energie ergens verloren, maar dan kan ons eigen radartoestel die uitgezonden energie ook niet waarnemen. Waarom? Omdat die energie gewoon niet terugkomt om dat te kunnen waarnemen. Dus probleem, hé, probleem. En daardoor, zoals ik hieronder heb gezet, ik ga even mijn cursor erbij nemen, één of meerdere reflectievlakken die de radio-energie op een efficiënte wijze terugkaatsen naar de radarantenne. Daarom, radarreflectors zijn zodanig ontworpen, die hebben meerdere vlakken die er altijd voor zorgen, met een voldoende dichtheid, voldoende geleiding, voldoende grootte, dat die radio-energie al bijna altijd naar de zender wordt teruggekaatst. Nu, we gaan het hebben over het opstarten van het radartoestel. Nu, wat is daar nu belangrijk aan, het opstarten van het radartoestel? Dat is uiteraard dat wij daar heel goed mee moeten gaan rekening houden dat ons radartoestel niet zomaar ineens aanstaat. Hey. Nu, heeft u een van de vorige video's gemist? Ik kan het niet hard genoeg benadrukken. Ga terug naar die video's, want die zijn enorm belangrijk. Wetgeving is een stuk dat we gezien hebben. We hebben ook de basis gezien van hoe dat een pulsradar werkt. En die regels hier op de vorige slide, die zijn op die simpele regels. Als je die volgt, als die waar zijn, dan ga je 99% van de gevallen een goede reflectie hebben. Er is nog een klein ander percentage, dat gaan we nog wel bekijken op een ander moment. Maar ga dan naar die vorige video, dat je tenminste weet hoe dat werkt. Dat gaat heel veel vragen beantwoorden voor jou.
Nu, verder met opstarten van toestel. Een radartoestel kent eigenlijk drie toestanden waaruit het kan opstarten. Dat is een radartoestel dat kan uitgeschakeld zijn. Vaak wil dat zeggen dat bijvoorbeeld de voeding naar het radartoestel en de installatie onderbroken is. Nu, dat hangt er vanaf hoe modern dat jouw toestel uiteraard is. Maar met oudere radars vaak wil dat gewoon zeggen de voeding naar het radartoestel zelf, naar de radarunit, is onderbroken. Dus dat wil zeggen, je werkt totaal niet. Dan hebben we de tweede toestand, dat is de standby toestand. Waarom is dat belangrijk? Het radartoestel en magnetron, die werken, maar die zenden niet uit. We gaan onmiddellijk zien waarom dat belangrijk is. Dan hebben we ook nog TX of transmission, of uitzenden. Dat is de derde toestand en dat wil zeggen, het radartoestel zendt radiogolven uit. Dus niet alleen werkt het toestel volledig, maar die gaat ook radiogolven uitzenden, waarop die dat ook kan gaan uitluisteren. Heel belangrijk. Waarom een radartoestel, als we dat aanzetten, vooral de pulsradar, want we gaan ook breedbandradar zien. Ik denk binnen een video of 4, als ik het mij goed herinner, normaal, dan zien we pas breedbandradar. Dat is een ander type radar. We hebben tot nu toe enkel en in deze video ook de pulsradar gezien. Dat is de meest voorkomende oude klassieke radar. Het wordt nog trouwens heel veel gebruikt. Die moet voorverwarmd worden. Waarom is dat? Dat heeft te maken met de magnetron. Onze magnetron hier, dat is eigenlijk hetgeen wat wij gaan gebruiken voor die radio-energie aan die hoge uitzendvermogens te gaan opwekken. Om dat door onze antenne te jagen en om dat te gaan uitzenden met een bepaalde oscillatie, met een bepaalde frequentie, dat wij dat gaan uitzenden, zodanig dat wij die kleine pulsjes terugkrijgen. Want we gaan natuurlijk een burst geven van uitzending, maar we gaan dat altijd nog laten oscilleren. Dat is altijd gemakkelijk met een oscillator, zodanig dat we eigenlijk een goede timing hebben en dat we die timing, zoals dat we vorige keer gezien hebben, kunnen synchroniseren met de ontvanger, zodanig dat we heel snel kunnen zenden en ontvangen tegelijk. Dat is het idee een beetje. Nu, de voorverwarming van 1 tot 3 minuten, de meeste jachtradars waar ik al mee gewerkt heb, die zijn 3 minuten voor verwarming. Nu, wat wil dat dus zeggen? Dat wil zeggen, als u natuurlijk wil vertrekken met een boot en de motor draait, laat eerst die radar, het radartoestel, voorverwarmen voor u vertrekt. Nu, voorverwarmen, dat is eigenlijk de standby modus. Dus eigenlijk, uw radartoestel gaat weigeren in TX-modus te gaan, of uitzendmodus, zolang dat die niet voorverwarmd is. Vaak ga je ook op het radarscherm een tellertje zien dat aftelt totdat die voorverwarmd is. Maar de meeste dat ik op de jachtjes heb gezien, omdat dat ook oudere radars waren, dat is 3 minuten. 3 minuten. Dus hou daar heel goed rekening mee. 3 minuten is lang. Daar ben je toch al eventjes mee onderweg. Dan ben je toch al eventjes soms aan het varen. Dan heb je toch al een afstand gevaren als je dat moet aanzetten. Dus als je ooit in een situatie komt dat je zegt, ik twijfel. Bijvoorbeeld, je bent op zee, je ziet plots, de zichtbaarheid zit zich wat te beperken, maar het is wat op het randje. Ik weet niet, ik heb hier een radartoestel. Zou ik die gaan aanzetten? Als u twijfelt, zet die aan. Waarom? Dan gaat die in standby-modus, dus die zendt niet uit. Ons radartoestel zendt dan nog niet uit, maar dan kan die al voorverwarmen. En daarna, als u zegt, de situatie is te slecht, dan is die klaar voor gebruik. Dan kan u die meteen op uitzenden zetten, u kan die meteen snel afstellen en dan is die bruikbaar. We hebben dat ooit een keer meegemaakt op de Westerschelde, dat niet het geval was, omdat de radaroperator die gewoon is vergeten aan te zetten. Bijna overvaren. In dichte potdichte misten bij dat gehad. Het is eigenlijk dat mij vooral, ik was toen ongeveer 10 jaar oud, dat mij vooral aangezet heeft om eigenlijk mijn radardiploma's te gaan behalen. Ik herinner mij dat nog als de dag van gisteren. Dat was wauw. Ik herinner mij nog heel veel ervan. Heel veel. Hou daar heel goed rekening mee. Dus het ding is, wil je de radar uiteraard gebruiken,
Het opstarten van die radar en het afstellen van het toestel gebeurt normaal gezien voor vertrek. Dus dat wil zeggen, je zit in de haven, je weet, zichtbaarheid is misschien te beperkt, geen enkel probleem. Opstarten van het radartoestel, je start de motor op van de boot. Oké, dat alles goed loopt. Dan, terwijl dat eigenlijk je de motor aan het laten warm draaien bent bijvoorbeeld, zet je de radar al aan. En omdat de radar nu aanstaat en dan is die opgewarmd, dan stel je die af en dan pas gooi je je trossen los. Zodanig dat je niet plots in een mistbank komt, omdat je al weet dat het de zichtbaarheid beperkt is, dat je niet in een mistbank zit en dat je dan, ja, dan nog maar moet gaan afstellen en dat je daardoor iets niet gezien hebt. Omdat bijvoorbeeld de range nog op 1,5 zeemijl stond, terwijl dat eigenlijk de plaats waar je bent eigenlijk... Ja, dat je bijvoorbeeld een boei niet gezien hebt en dat die op dat moment korter dan jouw minst waarneembare afstand komt en dat die er gewoon op zit. Hè? Dat die er gewoon op botst. Gebeurt, soms gebeurt. Ook, zorg er altijd voor, en dat heb ik hier niet op deze slide gezet, dat ook het radartoestel in startklare toestand staat. Wat wil dat zeggen? Check altijd visueel het radartoestel voor je de voeding aansluit. Wat bedoel ik daarmee? Sommige mensen hebben een... ik weet niet precies wat het noemt, maar die hebben een kleine antennetoren, ga ik het noemen. Een antennetoren, en daar staat het radartoestel soms op. En die klappen dat soms ook neer, die antennetoren. Hè. En het probleem met die antennetoren is, als je die neerklapt, ja, ten eerste ook radio-energie van... dat radartoestel kan schadelijk zijn voor de gezondheid, maar ook, ja, dan heb je er niet veel aan, hè, als die neergeklapt is, hè, en die staat gewoon horizontaal, die antennetoren, waardoor dan eigenlijk jouw radartoestel recht naar omhoog gericht staat, en recht naar omlaag. Hè. Dus hou daar rekening mee. Nu, we gaan het nu hebben over de knoppen, en we gaan eigenlijk vooral een paar knoppen zien. Ik denk een knop of 5, dat toch wel belangrijke knoppen zijn. Vooral de eerste 3 knoppen zijn belangrijk. En we gaan gewoon, even mee, en straks in de demo, dan bekijken we die knoppen, wat dat die voor uitwerking hebben op ons radarbeeld. Maar we gaan het eerst hebben over de theorie van wat die knoppen doen, we gaan daar kort over hebben. We gaan de eerste knop hier hebben en dat is gain. Gain is een van de belangrijkste knoppen. Dat is ook wel naar het Nederlands vertaald een beetje. Of wat doet die knop precies? Dat is eigenlijk de gevoeligheid. Nu, welke gevoeligheid regelt die? Wel, die regelt de gevoeligheid van de ontvanger. He, dus niet de uitzendkracht. Veel mensen denken dat bijvoorbeeld je met de gain-functie of de gain-knop, de draaiknop, dat je daarmee... de uitzendkracht eigenlijk aanpast. Dat is niet zo. Dus wil dat zeggen, als je een radartoestel hebt die uitzendt aan een uitzendkracht, een pulsradar van 4 kilowatt, 4000 watt, dan gaat die op het moment dat die op TX staat, dus dat die uitzendt, gaat die ook aan 4 kilowatt uitzenden, continu. En het is met de gain, de gevoeligheid, dat je de gevoeligheid van de ontvanger aanpast. Heel belangrijk. Waarom? Dat is eigenlijk een primaire poging tot ruisbeperking, want als we de gain, de gevoeligheid, te hoog zetten en is te gevoelig, gaan we enorm veel reflecties ontvangen die misschien ervoor zorgen dat wij een beetje, ja, storing hebben op het scherm. Daar zullen we het zo meteen over hebben, storing. Maar je moet hem minstens voldoende openzetten. Waarom? Als jij de gain-functie... Als jij de gain-functie natuurlijk onvoldoende gaat openzetten, ik ga dat straks laten zien aan jullie, dan heb je wel een probleem. Waarom? Die gain-functie die zorgt er ook voor dat, ja, dat jouw minimale gevoeligheid op een bepaalde hoeveelheid open staat. Dus dat wil zeggen, als je die te laag zet, ga je bijvoorbeeld bepaalde reflecties gewoon niet kunnen zien. Iets zwakkere objecten. Dus hou daar heel goed rekening mee. Zet die altijd meer dan voldoende open. Dat is eigenlijk wat ik wil zeggen tegen jullie. Dat is de gain. Gain is de simpelste knop. Eens dat het radartoestel aan het uitzenden is, dat is de eerste knop die je moet hebben. En alle andere knoppen zet je op 0. Dat is eigenlijk hoe dat standaard radartoestel met de draaiknoppen moet ingesteld staan. Gain, meer dan voldoende open, alles standaard 0. Dat is hoe dat je zo een afstelling start. Nu, dan moeten we het wel heel even hebben, voordat wij verder gaan met onze andere draaiknoppen, over storing versus valse echo's.
Hè, want natuurlijk, ik heb daarnet het woordje storing al gebruikt. Wat is storing en wat zijn valse echo's? Wel, een storing, dat bestaat eigenlijk uit twee dingen als we dat op ons radarscherm zien. Dat is een storing, dat zijn eigenlijk... Ik denk dat ik hieronder een definitie staan heb, want ik heb die slide zo langs nog gemaakt. Dus een storing, dat is eigenlijk wanneer dat er reflecties zijn door bijvoorbeeld, hoofdzakelijk twee dingen, deining en golfslag. Hè, dat is eigenlijk hetzelfde, maar ik dacht ik zal de twee woorden gebruiken, zodat ik duidelijk ben. Dus dat eigenlijk door het water, hè, golven die rond de boot zijn, die kunnen reflecteren. Hè, die kunnen ervoor zorgen dat de radio-energie teruggereflecteerd wordt. Dat is een storing. Regenval, regen kan ook storing veroorzaken. Ja, als er ergens een bui is, dan zie je dat in de verte op jouw radarscherm, dan zie je dat dat als één grote echo soms is. Maar dan zie je dat dat zo, ja, niet perfect, allee, dat is iets speciaals dat je ziet, dat niet perfect dicht is. Dat is wel speciaal. Dat is iets dat je wel herkent als je echt met radar bezig bent. Maar dat zijn eigenlijk de twee dingen waar je storing mee kan hebben. En hier is de definitie, voilà, ik ben blij dat ik die hierop gezet heb. Want ik was al van, ja, hoe moet ik dat nu perfect uitleggen? Storing, dat zijn eigenlijk tijdelijke reflecties. Die kunnen beletten dat een ware echo verstopt zit achter deze storende reflecties. Dat is eigenlijk de reden waarom dat zo'n storing een gevaar kan vormen. Hè? Dus met tijdelijke reflecties bedoel ik als jouw antenne, hè, jouw radarantenne, 360 graden bijgedraaid is en terug een rotatie verder is, kan het zijn dat die storing, en dat is waarom dat we dat een storing noemen, die is plots verdwenen of die is bijvoorbeeld ergens anders. Hè, dat er wel een storing is, daar niet. Hè. Dus dat er daar een reflectie is en daar niet. Hè, dat zie je duidelijk van, dit is gewoon storing, dit is geen echo. Hè. Daarom een tijdelijke reflectie. Reflecteert iets terug, maar dat is niet permanent. Een valse echo daarentegen, dat is een blijvende reflectie. Die doet alsof hij een waar object is, dat is het grote verschil, maar niet aanwezig is in de realiteit. Dat is een valse echo, dat is het grote verschil, we gaan daar dieper op ingaan. Volgende video, want volgende video gaan we het over de voortgezette hebben en dan gaan we een paar valse echo's bekijken. Niet allemaal, ik ga er zo diep niet op ingaan met jullie, maar een beetje de meest voorkomende ga ik met jullie bekijken. En daarom, dus een storing is een tijdelijke reflectie, een valse echo is een blijvende reflectie. Wat wil dat zeggen? Je gaat ergens op jouw radarscherm een puntje zien staan bijvoorbeeld, en je denkt, ah, wacht eens even, dat kan die boei zijn die ik op de kaart zag. Maar door een omstandigheid, door een situatie dat wij misschien niet altijd van op de hoogte zijn, ligt in realiteit die boei daar niet, maar ligt die bijvoorbeeld op een andere plek. Kan gebeuren. Kan gebeuren. Of is er zelfs niets in realiteit. Hè? Dus dat eigenlijk doet alsof dat iets is en dat eigenlijk niets is. En dat is het gevaar van valse echo's. Als je er moeite mee hebt om die te gaan herkennen op een radarscherm, dan kan je daarmee verongelukken. Hè? In sommige gevallen. Hè? Dan kan je daar soms ongevallen mee voor hebben. Of die kunnen aanleiding geven tot een ongeval. Dat je daardoor een beslissing neemt voor een bepaalde koersverlegging te doen die eigenlijk niet de bedoeling is. Gebeurt. Nu, see clutter, dat is de volgende knop. We gaan eigenlijk de clutterknoppen hebben. De clutter, dat is ook wel de storingsknoppen. En we hebben er twee van. De eerste is de see clutter. Daarom dat we het over storing moesten hebben. Of de zeestoring. Wat is dat eigenlijk? Dat is een speciale filter, hè? Want we hebben nu gezien, de gain, dat is onze primaire filter, of dat is onze primaire gevoeligheidsregelaar. Nu, de C-clutter, dat is eigenlijk een extra filter dat we er bovenop zetten, als wij zeggen, kijk, de lage reflecties, dus de reflecties die laag liggen, bijvoorbeeld rond de boot in het water, die gaan wij proberen filteren van het scherm. Dus om proberen onze... die reflecties van golven, als we enorm veel golfslag rond die boot hebben, en waardoor dat er eigenlijk een boot dat in realiteit er aan het varen is, dat we die daardoor niet kunnen zien, dat we eigenlijk via de sea clutter die boot wel misschien kunnen gaan waarnemen. En dat we eigenlijk die zwakkere
storingen die gemaakt zijn door de golven, dat we die proberen eruit te kunnen filteren. Nu, er zijn wel nadelen aan die knop, en we gaan dat bekijken. Hè. En dat is, je moet die knop altijd zo weinig mogelijk gebruiken. Als je die niet nodig hebt, zet die af, zet die op nul. Waarom? Dat is een zeer gevaarlijke knop, de C-clutter knop. Als je die moet gebruiken, gebruik die. Hoe komt dat eigenlijk? Je kan daar ook, zoals dat we zagen, lage reflecties. Je kan er eigenlijk zelfs echo's mee van het scherm toveren. Per ongeluk, zonder dat je het weet. Of dat bijvoorbeeld, als je die per ongeluk te hard gebruikt, en te hard, dat kan gewoon... Allee, stel je voor, hij staat ingesteld op ongeveer 30% en ik zet die al op 33%, kan ik per ongeluk zelfs 100 meter rond de boot, een straal van 100 meter rond de boot, gewoon volledig van de kaart halen, hè? Volledig van mijn radarscherm halen, hè? Ongeacht hoe sterk dat die reflectie is. Hè? Dus afhankelijk van welk type toestel dat je hebt, kan dat heel gevaarlijk zijn. En normaal standaard zegt men bij alle C-clutter instellingen, zet die zo weinig mogelijk bij, gebruik die enkel als je die nodig hebt, en liefst niet wanneer het niet nodig is. En heel zachtjes bijzetten, zodanig dat je net genoeg van het scherm haalt om een ware echo of een waar object, een boei, een boot, te kunnen waarnemen. Dat is eigenlijk wat wij adviseren. En daarom is in staat om ook ware echo's van het radarbeeld te filteren. En dat is het gevaar hiervan, van C-clutter. Dus heel goed mee oppassen met die knop. Liefst niet gebruiken en zet die alleen maar voorzichtig bij. Heel voorzichtig bij, echt waar, beste kijkers. Je kan ermee verongelukken, hoor. Heel gevaarlijke knop. Voorzichtig bij tot waar je die nodig hebt. Want je bent in staat om echt van het scherm ware objecten of ware echo's ook af te filteren. Nu, de tweede knop, dat is ook een clutterknop. We hebben het gehad over storing of lage storing door golven, maar we kunnen ook regenstoring hebben. Nu, regenstoring regelt de filter van de hoge reflecties, dus buien, regenbuien enzovoort. Nu, mijn tip hier rond is niet gebruiken wanneer het niet nodig is. Dus dat wil zeggen, standaard. Is er geen regen in de buurt? Mooi weer, laat dat afstaan. Wanneer ga je dat wel gebruiken? Dat is bijvoorbeeld in de verte, je ziet een regenbui dat zeer kort bij is, maar je denkt of je bent ervan overtuigd dat er misschien een object is en dat voor een groot stuk die hevige regenval voorkomt dat wij die niet kunnen zien. Geen enkel probleem, zetten we zachtjes de rainclutter bij. Vaak rainclutter staat als rain of rainclutter op het radarbeeld. Vaak zegt men, dat is iets heel raar, hè? Dat ga je in de simulator ook zien. Dat is, ze hebben dan drie knopjes, gain, clutter en rain. En eigenlijk, zowel de knop clutter en rain, dat is allebei clutter, maar de clutter is de C-clutter, dus de zeestoring, en de rain, dat is de rain-clutter. En dat is heel raar dat men daarvoor kiest, maar dat is iets wat ik wil meegeven. Dat is van, ja, vaak is het zo, eerst is de gain, dan is de zeestoring, en dan is het de rest. Nu, dus hoge reflecties, niet gebruiken wanneer niet nodig. Nu, het is zo, dat gaat veel moeilijker ware objecten wegfilteren. Ik ga je eerlijk zijn daarin. Veel moeilijker, maar het is niet onmogelijk. Maar normaal zou dat geen probleem mogen zijn bij de regenstoring. Ook soms kan het gebeuren dat de regenstoring ook heel hard nodig is of zelfs onvoldoende helpt, kort rond de boot. Al meegemaakt. Dus wanneer deze instelling uitgeschakeld is, kan men makkelijk van op afstand ook regenbuien herkennen. Dat is wel heel interessant. Hè? Als je ergens vaart en je ziet in de verte zo wat donkere wolken en je zet jouw radartoestel aan en je zet die bijvoorbeeld jouw pulsradar op een range van 20 of 24 zeemijl, dan hebben we het vooral dan over de radar die we op onze plezierjachtjes gebruiken, over die pulsradars op zee bijvoorbeeld. Dan kan het wel interessant zijn dat je dan kan zien, dat je dan kan waarnemen dat er daar een regenbui is. Dat zie je heel mooi op jouw radarscherm dan, heel interessant. En dan kan je desnoods
volgen of dat die regen jouw kant uit komt of niet. Hè, als je daar met pozen in wacht enzovoort. Dus zeer interessant. Je kan er al iets mee doen, je ziet. Hè. Nu, dan gaan we het nog hebben over, ik denk, een tweetal andere knoppen die dat erbij komen. Dat is de brilliance-knop of de brilliance of whatever dat ze het noemen. Dat is weer een speciale naam. Hè. Dat is gewoon de schermhelderheid. Hè. In der tijd moesten ze allemaal voor alles speciale namen voor alles hebben. Hè. Nu, de schermhelderheid, is dat belangrijk? Ja, als je bijvoorbeeld 's nachts vaart. Hè. He, dan kan het handig zijn om die bij te regelen zodat je niet verblind wordt in het donker. He. Als jij bijvoorbeeld iemand hebt die in de kuip zit, of die bijvoorbeeld en die gaat naar binnen en die gaat aan het radarscherm en dat is te licht ingesteld, die echo's, en die komt er boven, is die weer voor zoveel minuten een beetje verblind, worden dat die minder ziet rond de boot. 'S nachts bijvoorbeeld. Maar ook hetzelfde zit je in een kajuit, hè, waar dat in de stuurhut en dat staat helder, dan kan je soms moeilijker zien omdat je verblind wordt door het scherm. Dus dan kan je dat aanpassen. Hè. Het is gewoon schermhelderheid, de helderheid van alle echo's en alles wat er op het scherm gezet is in het algemeen. Nu, dan hebben we nog een knop, dat is de tuningknop of de afstelling noemt men dat vaak. Nu, dat is de afstelling van de ontvangstkwaliteit. Deze knop komt niet meer zo hard voor. Het zijn vooral de oudere toestellen die een tuningknop hebben. Tegenwoordig zitten we allemaal met automatisering, die veel, veel kwalitatiever is dan dat we het allemaal manueel moeten doen. Op de oudste toestellen. Nu, af en toe kan het zijn dat je het nog manueel kunt veranderen, hoor. Maar normaal ga je dat niet nodig hebben. Het grootste probleem met de tuning, dat is eigenlijk. Hey, dus wat doet tuning eigenlijk? Zeggen ze hier, staat goed. Allez, zeg ik hier, want ik heb dat daar geschreven uiteraard en dat klopt ook. Hey, dat is vooral de scherpte van de echo's op het beeld, dat je daarmee aanpast. Maar vaak, allez, mijn ervaring ermee van de toestellen waarop ik tuning heb gebruikt, is niet alleen de scherpte, maar dat je ook de meeste echo's ziet. Dat is wel iets wat ik wel gemerkt heb. Behalve scherpte, dat je ook het meeste kunt zien. Want soms kan het dus zijn dat je niet alle echo's ziet. En het kan ook zijn dat je bent best dat je de tuning herafstelt elke keer wanneer je van range verandert. Dus stel je voor, mijn range dus staat ingesteld. En dat gaan we zo meteen zien. Op bijvoorbeeld 5 zeemijl en ik ga naar een halve zeemijl, ben je best dat je de tuning herafstelt. Ah ja, voilà. Ik heb het hieronder gezet. Hij moest. Moet soms opnieuw afgesteld worden wanneer u van range verandert. Hè. Dus dat u uitzoomt of inzoomt, best eventjes bijstellen. Dat is wel een advies dat ik geef. Nu, automatische afstelling, ik denk dat dat een van de laatste slides is over wat wij het gingen hebben. Automatische afstelling, wat is dat precies? Nu, tegenwoordig op modernere radartoestellen, ook al zijn dat pulstoestellen, kunnen wij vaak autogain, autoclutter, autorain, hè, dus alles eigenlijk. Hier alles automatisch, hè, doen. En dat werkt verschrikkelijk goed. Ik moet zeggen, dat werkt verschrikkelijk goed. Dat wil zeggen dat je voor een radartoestel te bedienen veel minder kennis nodig hebt dan vroeger, hè. Dus dat is wel. Hè. Maar uiteraard is het belangrijk, vind ik nog altijd, en daarom maak ik deze serie. Voor jullie een beetje te informeren hierover, dat je wel zijn beperkingen kent. Hè? Want ook al werkt dat allemaal heel goed, kan nog altijd soms fout gaan. Hè? Maar die werken zeer goed en zijn zeer behulpzaam. Je kan vaak in realiteit nog afstellen. Hè? Dus dat je echt zegt van in specifieke situaties, bijvoorbeeld standaard zorgt de autorain ervoor dat je geen regen ziet, of toch zo weinig mogelijk op jouw radarscherm. Hè? Bijvoorbeeld de Furuno DR4 First Watch Radar. Ik ben daar wel een grote fan van. Ik heb hem al 1 keer in realiteit gebruikt. En dat is wel een heel goedkoop ding. Een heel betrouwbaar ding, zeker voor op zee. Als je zegt, ik wil naar Engeland oversteken, dan is dat de radar dat je nodig hebt. Niet op de binnenwateren, uiteraard. Dan is dat echt onbetrouwbaar, dat ding. Maar het komt er gewoon vrijwel eenvoudig op neer. Dat het echt, dat doet echt fantastisch goed werken. Die automatische computersystemen die kunnen dat veel beter afstellen dan jij dat kan. Hè. Uiteraard, vaak kan je dat in realiteit ook een beetje beïnvloeden, dat je zegt, goh, ik zou toch iets meer, iets minder willen, want ik heb bepaalde problemen
gezien of specifieke situaties vaak kan je dan nog bijregelen. Dat ergens in de instellingen dat je zegt, goh, ik zit hier met een specifieke situatie. En vaak gaan ze dat jou wel toelaten. Dus, maar ik ben er wel een grote fan van die automatische systemen. Dus, demo time. Dus we gaan naar de demo. Nu even over de demo, heel kort. De demo, ik heb die zelf in elkaar geduwd. Dus dat is een specifiek scenario dat ik heb gemaakt. Dus dat kan je zelf heel eenvoudig namaken met de software dat wij gaan gebruiken, in onze bridge command. Link in de beschrijving trouwens, dan kan je dat zelf voor jezelf downloaden en oefenen. En dan zie ik jullie daar. En volgende keer gaan we naar voortgezette waarneming. Oké, welkom in de simulator, beste kijkers. Nu, ik zit hier op de boot. Ik heb mijn simulatie ingeladen. Ik bevind mij hier op de boot. En hoe gaat dat nu? Als je wil weten hoe dat de controles en zo werken, dus dat je, hoe dat je alles bestuurt, dan moet je dat eens in de handleiding, in de documentatie opzoeken. Link in de beschrijving uiteraard naar dit programma. Ja, als ik ga even rond de boot kijken, ik ga naar achter kijken, dan zien we, ik zit hierop. Ik denk dat dit vaartuig de Atlantic 85 of zo noemt. Hè. Dus we zitten hier op zee. Hè. Ik ben hier rondom mij even aan het kijken. Voilà, als ze naar links kijken, daar is de kustlijn. En voilà, dit is ons vooraanzicht. Hè. Nu, we staan stil en we staan op één bepaalde koers. Waarom is dat belangrijk? Die koers, dat is belangrijk omdat we weten in welke richting dat wij staan. Hè. Nu, de radarcontroles, die bevinden zich hier. Hier heb je de kleine radarknop, maar dat gaan wij niet gebruiken. We gaan enkel hier de aanknop gebruiken, C. Waarom? Dan gaat onze radar aan en dan gaan wij hier naar het grote scherm. Fullscreen radar. Voilà. En dan zien we tenminste iets. Hè. Nu oké, laten we maar starten bij het begin. Nu, wat zien wij hier allemaal staan op ons radarscherm? We zien hier van alles. We hebben hier ons radarscherm. We hebben hier ook op ons radarscherm de range ringen. Wat zijn die range ringen? Dat zijn ook wel de afstandsringen die we hier in het lichtgrijs zien. Op ons radarscherm hier verder zitten wij hier met van alle reflecties die we hier zien. We zien hier dat er hier iets bevindt. Hè, dus dat we hier grote reflecties hebben. We gaan dat allemaal hier bekijken. Hè. En onze achtergrond is in het blauw. Nu, je ziet ook, als je nou goed naar al deze reflecties ziet, deze dingen zijn eigenlijk grotendeels storingen, zie je ook dat niet elke reflectie even hard is. Hè. Dus hoe geler dat ze zien, hoe feller geel dat ze zien bij dit radartoestel, hoe beter de reflectie, hoe minder fel geel dat ze zien de reflecties, hoe slechter een object reflecteert. Hè. Hoe slechter de reflectie. Nu, wat is hier vooral het belangrijkste van dit scherm? Dat is hier bij onze drie knoppen. Onze gain, zoals dat we gezien hebben, onze gain-knop. Onze clutter, deze clutter, dat is ook wel de C-clutter. En dit, onze rain, zoals dat we gezien hebben, is onze rain-clutter. En die staan allebei naar boven, dus die staan allebei op 0. Nu, range. Range is belangrijk hier. Range, we zien hier, range is 3 nautische mijlen. VRM en EBL gaan we bekijken in de navigatie, in het navigatiehoofdstuk. ARPA gaan we ook zien in het navigatiehoofdstuk. Ook de vectors en heel de boel gaan we zien in het navigatiehoofdstuk. Dat is niet voor nu. Ook deze drie knoppen hier. Noord, koers, het. Ik wil voor jullie dat jullie op het duwen. Dit heeft te maken met de beeldoriëntatie. Dat gaan we ook zien in het hoofdstuk navigatie. Wat dat allemaal is. Sorry daarvoor, beste kijkers, dat we dat allemaal vandaag niet gaan behandelen, maar dat is echt enorm belangrijk. En dan zien we dat ons radarbeeld hier verandert. Hè. Noord, up of het, up. We gaan naar het gaan. De rest bekijken we dan wel. Waarom het? Dat is letterlijk, wat zit er voor onze boot? Zonder kompas hulp te krijgen. Dat gaan we dan allemaal bekijken. Nu, range. Je kan range kleiner maken, nu dat hangt van toestel tot toestel af, van hoe of wat. Ik ga range kleiner maken, dus dat wil zeggen mijn range is 1 nautische mijl. Dus dat wil zeggen de buitenste ring gaat 1 nautische mijl zijn. Je kan ook de range gaan groter maken.
Hangt weer vanaf, bij sommige radartoestellen is het andersom. Inzoomen, uitzoomen, dit is range plus, range min. Dus we zien, we kunnen denk ik bij dit toestel gaan tot, voilà, 12 zeemijl. 12 is bij deze, bij de meesten is dat rond de 20 of 24 zeemijl. Deze is blijkbaar 12 zeemijl in de simulator. Het is en het blijft een simulatie. En als ik de gain wat omhoog haal en naar beneden, dan zien we dat ook. Nu. Ik ga mijn range, we stonden denk ik op 2 zeemijl standaard. Nu, wat ik ga doen, dat is, ik ga hier de range een beetje laten zakken. Dus dat ik ga ongeveer naar een zeemijl of een half, denk ik, gaan. Bij dit radartoestel is een halve zeemijl de minimum. Nu, we gaan met knop nummer 1 starten. We hebben hier onze gain-functie. Onze gain-functie, als ik mijn gain op 0 zet, wat gebeurt er dan? Ook als ik eventjes ga uitzoomen, dat ik de range... Wat zien we? Niets. We zien niets gebeuren. Dat is eigenlijk het ding van onze gain. Dus we weten, gain is 0. Wat wil dat precies zeggen? Gain is 0. Onze ontvanger staat gewoon, bij wijze van spreken, volledig uit. Nu, dat geeft ons ook even de opportuniteit om daar nog iets anders te zien. We zien hier een lijn. Zien jullie die wit-grijze lijn hier? Deze lijn op ons radartoestel, en dit is anders van deze rode lijn. Deze rode lijn gaan we nog wel bekijken, dat is iets anders. Maar deze wit-grijze lijn hier, waar ik nu met mijn muis eigenlijk aanduid, dit is eigenlijk onze zeilstreep, of sommigen noemen dat ook wel de koersflits. Wat is dat eigenlijk? Dit is de koerslijn van uw boot. Dus dat wil zeggen, deze staat naar boven gericht. Dus dit is de koers dat u bevaart met uw boot. Hè. Dus dat is de ware voorligging in dit geval. Hè. Dat is eigenlijk deze koerslijn. Dus dan weet je dat je in die richting aan het varen bent. Dat is vooral belangrijk als we in het hoofdstuk navigatie gaan kijken naar andere... oriëntatiepunten enzovoort. Maar dat is onze koerslijn. Dit rode lijntje is iets anders. Hè? Dus we gaan onze gain, hoeveel moeten we die instellen? We zitten met een kalme zee vandaag. We weten dat we met een kalme zee zitten. Je ziet, hoe hoger dat ik de gain instel, dus hoe hoger de gevoeligheid, zien we ook hoe meer storingen dat we gaan ontvangen. Hè? Dus je ziet hoe meer storingen. Hè? Dus hoe hoger die gevoeligheid... Hoe meer golven van deining rond de boot die een reflectie gaan doen. Dus we gaan de gain volledig openzetten bij deze rustige zee. Je ziet, er zijn veel golven. Dus veel deining, veel storing hieraan. Nu, hoeveel zet je die dan open? Ik zet die vaak zo meer dan voldoende open. Zoveel, of ik kan iets meer. Of je moet zien dat je toch meer dan voldoende openzet, zoals dat we gezien hebben. Nu, het volgende over wat we het hier gaan hebben, dat is de clutter. Natuurlijk, als we onze gain op 0 zetten, de clutter gaat heel weinig doen. Nu, ik ga hier eventjes uitgaan. En ik ga naar hier gaan. Hier beneden zien jullie drie aanduidingen. Visibility, rain en weather. Het idee van die knoppen is dat we zo in de simulator hier de golfslag kunnen gaan regelen. Dus... Ik ga eens wat golfslag gaan maken. Zeg. Voilà. En wat zien wij gebeuren? We zien eigenlijk hier van alle storingen op ons radarscherm. Dus dit is storing, beste kijkers. Dit is storing. We hebben een klein beetje golfslag, maar je ziet als ik de gain uiteraard ga dicht beginnen draaien, dan ga ik minder storing hebben, maar ik ga ook minder kunnen gaan zien. Hè? Dus dat is natuurlijk niet goed, want ik wil natuurlijk... mijn gevoeligheid evenveel ontvangen. Dus wat kan ik dan doen? Dan kan ik hier de clutter gaan gebruiken. En ik heb een klein beetje clutter gebruikt, sea clutter, dus zeestorings, de zeestoringsfilter. En je ziet dat dat al een pak beter is. Natuurlijk, we zitten maar met een klein beetje golfslag. Dus als ik de golfslag hier serieus ga bijzetten, ja, oké, dat is wat overdreven natuurlijk, maar ik ga hem hier wat serieus gaan bijzetten, dan ga je uiteraard zien dat jij... als we die afzetten, die C-clutter, wordt dat heel moeilijk. Want in deze sector die dat wij hier hebben, zien wij dat gewoon dat er zoveel storing is, dat wij gewoon niet meer weten van hoe of wat. Hè. Dus je ziet, beste kijkers, dat is het probleem. Dat je eigenlijk die storing kan ervoor zorgen
dat ware echo's dus niet meer zichtbaar zijn. Dus dat is een probleem, moet je mee rekening gaan houden. Nu, daardoor kan jij onze klutter bij gaan zetten. Voorzichtig mee zijn, zoals ik al zei. Maar je ziet, met een klein beetje klutter bij te zetten, is het al een pak beter. Een beetje C-klutter, zoals dat we zeggen. Dat ga ik even terug afzetten, het weer. Zodanig dat we weer in een normale situatie terechtkomen. Ik ga de klutter ook even afzetten. Dus met de klutter uitgeschakeld, het is doenbaar met de klutter uitgeschakeld, dus dan moet je dat ook zeker doen. Dan hebben we ook nog rain. Rain, wat gaat er gebeuren op jouw radarscherm? Nu, in deze simulator heb ik het probleem, beste kijkers, dat rain of regen, dat eigenlijk, dat ik niet kan kiezen waar ergens dat ik dat eigenlijk ga plaatsen. Maar stel je voor dat ik heel veel regen heb, rondom de boot bijvoorbeeld in dit geval, ik ben in een regenbui aan het varen. Heel die sector dat ik hier zie, die is gewoon niet meer zichtbaar. Dus als er hier een boei in deze sector lag, die boei die zie ik niet meer. Dus daar moet je heel goed rekening mee houden, zoals je ziet. Dus dan kan ik regenklutter gaan bijzetten in de hoop dat zodanig te beperken dat ik toch iets meer kort bij mij kan zien. Nu, als je op een afstand regen hebt, en dat kan ik in deze simulator jammer genoeg niet simuleren, dan zie jij zo'n dingen aan de hand van hoe hard het regent, op een afstandje. Dat je bijvoorbeeld in de verte dat ergens ziet hangen op het radarscherm. Maar ook weer, die sector kan ervoor zorgen, als je daar een object hebt liggen en je wil dat object kunnen waarnemen, moet je hier de rain-clutter-functie gaan gebruiken om proberen de rain te beperken. Je ziet ook dat de rain bepaalde beperkingen heeft. Dus ik ben de rain aan het opdraaien, zover als dat ik kan. Dit is het maximum rain dat ik kan opdraaien. Je ziet dat het al een effect heeft op andere echo's, ware echo's. Dus dat die ook al beperkt worden. Dus je moet er ook mee opletten met rain. Maar je ziet dat het toch lastig is. Nu, we gaan de rain hier gaan afzetten. En als we gaan hier alles afzetten, voilà. En als we hier goed kijken, als wij hier heel goed kijken, dan zien wij dat er hier op ons radartoestel een vaartuig aan het varen is. Nu, ik heb die voorgeprogrammeerd, dat vaartuig. En hoe heb ik die voorgeprogrammeerd? Ik heb die voorgeprogrammeerd om hier rondom ons te gaan varen. Dus ik ga hier kijken, wat gebeurt er? De gain tegenover het vaartuig dat hier aan het varen is. Dit is hier het vaartuig, voor iedereen die het zich afvraagt. Ik ga even kijken hier, en dat is dit vaartuig hier, dat hier aan het varen is, dat is hier op ons radartoestel zichtbaar. Maar ik heb de indruk dat onze ray nog wat aanstaat. Ja, voilà, dat is een pak beter. Ik had hier een ring die... En we zien dat we aan de hand van hoe meer gain dat we gaan geven, kijk eens, zoveel storing, het wordt moeilijk dit vaartuig te herkennen. Op zichzelf dus, als we onze gain gaan instellen, moeten we uiteraard zien dat we voldoende instellen. Dus ik ga een klein beetje gain geven. Ik zie het vaartuig nog niet. Ik zie dat het een zwakke echo is. Het is nog een redelijk goede echo verzwakt te zijn. Maar je ziet, naarmate dat ik ga meer en meer geven, hoe meer dat er van het vaartuig zichtbaar wordt. Nu, ik ga de gain gewoon laten staan zoals die staat. Ik zie dat er een paar golfjes zijn. Dus ik ga een klein beetje, als ik die wil elimineren, een klein beetje klutter meegeven. Voilà. En nu zie ik eigenlijk het verschil tussen de echo's en de storing. En dan zie ik dat hier eigenlijk voor ons een vaartuig aan het passeren is. Nu, wat is daar nu de bedoeling van? Nu gaan we eigenlijk al die dingen die we gezien hebben daarnet van gain, clutter en rain, die gaan we toepassen op dit vaartuig dat hier aan het varen is. Dus, als we nu golfslag hebben, wacht, hè. Dat is deze hier, voilà. We hebben hier wat golfslag, ja, dan zien wij dat wij heel veel moeite hebben met wat is nu dit vaartuig, hè? En daarvoor, dus dit is golfslag, dus dat wil zeggen, wat is hier dit vaartuig dat hier aan het varen is? Ik weet niet welke echo dat is. Wat doe je dan, hè? Dan ga je uiteraard zachtjes aan de klutter beginnen hoger en hoger zetten. Natuurlijk moet je ook zien dat je de gain hoog genoeg zet. Hè? Dat je jouw gevoeligheid van
objecten die wil reflecteren, dat die hoog genoeg is. Hè. En ik zie, als ik heel goed zie, zie ik dat dit hier eigenlijk, deze reflectie die ik hier zie op mijn radartoestel, dat dit eigenlijk een bewegend object is en dat dus oftewel is dat een valse echo, oftewel is dit een echte echo, hè, dat ik hier krijg. Maar in dit geval, in onze situatie, is dat een ware echo. Als we voor ons zien, nu moet die ongeveer vlak voor ons zitten, dan zien we dat dit vaartuigje aan de hand van de zeilstreep of de koersflits, dat hier vlak voor ons ligt. Hè. Dit vaartuig. En je ziet dat dus met jouw clutter, kan jij spelen en kan jij proberen, hè. Maar uiteraard niet te veel clutter geven. Ik ga proberen zoveel mogelijk... clutter hier te gaan geven. Ik ga proberen dat vaartuig eraf te krijgen. Ik weet niet of het gaat lukken van ons radartoestel. Ik weet niet dat het gaat lukken, maar het is probeerbaar. Nee, het is te... Maar je ziet dat het al verminderd is, hè? Je ziet dat het al verminderd is. Het kan zijn als het iets korter was geweest, was die volledig weg. Dus je ziet dat het al beperkt is qua grootte. En nu heb ik mijn clutter zeer veel teruggezet en je ziet dat het vaartuig toch iets groter is geworden, de reflectie. Dus dat is het idee van clutter. Nu, een volgende dat is, ik ga de clutter volledig, de C-clutter ook wel volledig afzetten. Ik ga de golfslag volledig op nul zetten en ik ga eens wat regen bijzetten. Nu ga ik even kijken hoe ver dat die zit. Nog wat verder uiteraard. We gaan het hier eens goed laten doorregenen hier in de simulatie. Dus, dit is standaard als de gain goed ingesteld staat. En dit is wat regen kan veroorzaken op uw radarscherm dat terugreflecteert. Dus we zien eigenlijk het vaartuig gewoonweg niet meer. Nee. Het is als je zo gaat varen, dan zie je ook vaartuigen. Nu weten we dat dat vaartuig daar is. Maar voor hetzelfde geld weten wij dat niet. Hè? Dat dat vaartuig daar aan het varen is. Hè? Dus dat is een probleem. Dus nu, als we clutter gaan bijzetten, wat gaan wij doen? In dit geval hebben we heel veel geluk. En met C-clutter hebben we dat eraf geveegd. Maar dat is niet de bedoeling. Wat wij gaan doen, omdat wij niet verder willen eraf vegen, en dat komt omdat dat short range is, daarom. En dan, maar dat is ook een simulatie, dus dat is niet 100% correct. Maar wat je vooral gaat doen, dat is rainclutter gaan gebruiken. Hè. En dan zien we hier, als we al een beetje rainclutter gebruiken, zien we dat er hier iets toch zit dat hier blijvend is. We gaan nog wel rainclutter gebruiken, zeg. Voilà. Proberen het vaartuig te kunnen onderscheiden van de rest. En dan zien we hier toch, het is niet gemakkelijk, en dat is in realiteit ook niet, dat we hier toch iets zien bewegen. Ik ga nog proberen gebruiken, ik weet niet tot hoever, want je ziet al, door de rainclutter of de regenonderdrukker te gebruiken, dat zelfs onze originele echo verkleind is. Maar nu zien we tenminste dat er iets is. Hè. Dus dat wil zeggen, hebben we hier een boei bijvoorbeeld, dat hier onze zone binnenkomt. We hebben hem tot op een bepaald moment gezien. Hè. Maar je ziet wel dat de ontvangstkwaliteit is afgenomen, want de echo is niet meer zo sterk. En dit is maximum rain. Gebruik dat ding nooit, want je ziet dat de echo zo klein is geworden dat het gewoon bijna onzichtbaar is. Hè. Het valt bijna niet meer op. Hè. Dus dat is de bedoeling van de rain, als dat vaartuig hier rond zit te varen, dat wij proberen die echo gaan onderscheiden van de rest, zodanig dat die onderscheidbaar is. Hè. Dus dat is het idee van storing te onderdrukken. Dus al deze storing op ons radarscherm zorgt ervoor dat we ware echo's niet kunnen waarnemen of moeilijk kunnen waarnemen. En toch gaan we die proberen te gaan onderscheiden. Dat is eigenlijk een klein beetje het idee. En dat vaartuig is rondom ons nu aan het varen. Hè. Voilà. Ik ga even hier weer de rain volledig uitschakelen. En dan zien we, dan zien we dat eigenlijk dit vaartuig hier, als we een klein beetje clutter bijzetten, gewoon voor een beetje beter te filteren, dan zien we dat we dat vaartuig mooier kunnen onderscheiden. Maar het is toch, het is oefenwerk. Hè. Het is vooral eerst gain, is het belangrijkste. Hè.
Als je zegt van nu, we zitten met een beetje golfslag rond de boot, kan je de game perfect zo zetten. Al adviseer ik om die altijd iets hoger te zetten. Hè, dat iets zwakkere echo's toch zichtbaarder zijn. Nu, beste kijkers, dit was het eigenlijk voor de eerste video. Hè. We hebben hier alle knopjes hier zo gezien van hoe dat werkt. We hebben game clutter erheen bekeken. We hebben alle bijknopjes nog bekeken. We hebben niet gevaren in deze video in de simulator. Heel belangrijk dat we dat ook niet gedaan hebben, want dat was ook voor vandaag niet de bedoeling. Dus, zeer basis vandaag allemaal, maar je ziet, het is niet gemakkelijk. Zo'n waarneming op een radarscherm, dat toch oefening vergt. Ik adviseer van heel goed op simulators, als je dat kan, en je wil bepaalde trips voorbereiden, om dat toch te oefenen. Dat je daar toch vertrouwd mee bent, van eigenlijk zo van die reflecties eigenlijk te zien op een radarscherm. Dat je daar toch mee vertrouwd bent, want dit maakt de radar moeilijk. Hè? Of dat je nu een pulsradar hebt of een breedbandradar. Ja, er zijn kwaliteitsverschillen. Ja, er zijn verschillen in waarneming. Maar het is en het blijft, zoals dat ik het al gezegd heb van in het begin, vanaf de eerste video, het is en het blijft detectie en afstandsbepaling. Hè? Niet meer, niet minder. Rond die informatie kan je meer en minder beslissingen nemen. Kan. Rond die informatie, daar kan je iets mee doen als je wil. Maar het is en het blijft detectie en afstandsbepaling. En dat is radar. En dat is de reden waarom het niet makkelijk is dat je speciale training nodig hebt en speciale certificaten in sommige gebieden, zoals de binnenwater, om zo'n radartoestel op een verantwoorde manier te gebruiken. Waarom? In nauwe water, en dat gaan we ook zien, voor een klein stuk dat je daar toch een klein beetje aangeraakt hebt. In nauwe wateren is dit een probleem, want dan gaan alle problemen minstens 10 keer uitvergroot worden. En gaat het dus 10 keer moeilijker zijn om eigenlijk een radartoestel te gebruiken in nauwe wateren. Nu, met die woorden, hopelijk wil ik jullie graag met jullie graag deze video gaan afsluiten. En ik hoop dat jullie het tof vonden. Ik hoop dat jullie het interessant vonden. En volgende keer gaan wij verder met geavanceerde waarneming. En dat zijn vooral valse echo's. Ik heb een hele hoop tekeningetjes liggen maken. Speciaal voor elke valse echo dat ik graag met jullie wil behandelen. Eventjes te kunnen behandelen, zodanig dat je dat weet. En ik denk dat er nog een paar dingen bij waren bij geavanceerde waarneming. En daarna is navigatie. De video daar nog eens na. Maar dan zien we wel als we zover zijn. En dat wordt een zeer interessante video, die navigatie. Dan gaan we al varende doen. We gaan ook draaien, bochten opdraaien. We gaan dat allemaal bekijken. Dus ik ga jullie niet langer ophouden. Bedankt voor het kijken naar deze video. En dan is het tijd om afscheid te nemen. Ik zie jullie op het water en op zee. Vaar veilig.